Ja, op, dat was part number one. Want je hebt een part number two. Hey. Ja, dan moet je hem omdraaien. Dan moet je hem omdraaien. Maar daar hebben, ja, hebben we nu geen tijd voor. Nee, we gaan hem niet omdraaien. Nee. Want we hebben nog zoveel muziek klaarstaan op. Oké, ik ga toch een plaatje draaien van mijn oude bandje. Ja. Easter West Rockers. En het is van het Private CD. Er zijn er maar enkele van gemaakt, maar het is toch wel een bekend nummer. En het heet My Happiness. Ja, ik ga een plaatje draaien van Rudy Karel, die helemaal schat hemeltje rijk is geworden in Duitsland. Oh, daar staat vanavond niet over hebben. Nee. Maar hij zingt in ieder geval hier de hoogste tijd. Geef me nog een laatste biertje, voor je me de kroeg uitsmijt. Ik wou nog even afscheid nemen, al is het ook de hoogste tijd. Morgen zit ik ergens anders, ik heb al heimwee voordat ik vertrek. Heb ik nog iets laten liggen, sta ik bij jou nog in het krijt. Hier heb je mijn laatste tientje, je ziet het is de hoogste tijd. Thank you.
plaatje van Rudy Karel. Mooi. Ze leeft ook niet meer. Ach ja, er zijn zoveel mensen, ze zijn al weg. Het is niet te geloven. Ik denk er wel eens om. Die zus en zo. Het is, ja. Maar goed, we leven nog. Oké, Alf. Op, ik ga een plaatje draaien van de Hunters. De Hunters. En wat gaan ze spelen? Exodus. Als je dat draaide thuis, jongen, dan kwam die oude wat hoekjes schelden, ik ken het niet uit, die klerenmuziek. En wat ging hij dan draaien? De Maastrichter Star. Ja. Ken je dat nog op? Heb je dat wat van de Maastrichter Star? Ja. Dan zat hij naar de dingen, naar de, hoe heet dat? Hoe heet dat ding van de Maastrichter Star? De Nabucco van de Parelvissers ofzo. Maar er was ook meestal mijn oma erbij, hè. Maar bij ons was het altijd zo, als we dan een feestje s'avonds thuis hadden, want dan ging het bed de slaapkamer uit. Ja, ja. En dan ging het licht uit op en dan gingen we dat draaien. Maar goed, ja, op een mooi plaatje op. Ik zit, ja, we hebben het hier een beetje onder elkaar. We hebben toevallig ook weer over dat, ja, vanavond, morgen is bevrijdingsdag. Maar ik weet dat mijn schoonmoeder nog een verhouding heeft gehad met Keizer Wilhelm van Duitsland. Nee, dat? Hij had een korte armpje. Ja. Weet je die daar dan kwam? Nee. Ze sloeg steeds op zijn klauw als hij ergens al wakker komen. Weet je wel. Ja. In ieder geval, ja. Ja, dat was Corrie Vreese zat. Corrie Vreese zat. Dat vroeg eens anders. Ik zei nee, dat is Siska Peter. Oh, wie zegt dat Corrie Vreese zat? Fred. Oh, Frida. Ja, die Fred, die weet het wel hoor, onze Frida. Oké, op, ik ga weer zo'n kanje draaien. Teenage Idol, Ricky Nelson. Helaas, er is een einde al gekomen aan het programma Appenap op de Randstad Radio Verlopen. Wij wensen natuurlijk Appenap Hans het allerbeste en dat hij maar hoop
rust mag krijgen. En ja, ons, we horen wel van jou. En luisteraars, jullie allemaal hartelijk, hartelijk bedankt voor al die fijne jaren die wij mogen hebben genieten van jullie. Ja, oké, op. En als we weer terugkomen, dan laten we het zo spoedig mogelijk weten. Al onze vaste chatters en onze mailinglisten, lijsten. Ja. En mensen, hartstikke bedankt dat jullie al die tijd naar de gezeik van ons hebben willen luisteren. En onze bonjes, onze intrigues. Ja. Nou goed, in ieder geval mensen, en alles komt een eind. Dat is nou eenmaal in het leven. Maar misschien is dit nog maar niet het eind, maar we weten het niet. We weten het. We wachten het af. We wachten er rustig af. Mensen, morgen gewoon weer gezond op, want leven gaat door. En de Engelsman zegt altijd, de show must go on. Go on. Hals, en we wensen Hals nog alle beste. Mensen, hartstikke bedankt en u hoort van ons. Bye bye. Doei. En na ons komt onze Pieter. Goedenavond, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Annemarie Rozing. Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van het CDA.